Leuk dat je deze week kijkt naar de weekvlog. Daarin kun je zien dat ik op buitenrit ga met Margriet. Nieuws over sterren. En wat hebben we nog meer? Oh, we hebben allemaal internationale ruiters op de manege. Veel plezier met kijken. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik mezelf gefilmd heb. Dat ik aan het rijden ben met een broodje. Ja, we gaan niet zo heel veel nu doen. Nou ja, niet heel veel. We gaan wel werken. Een poging wagen tot werken. Ik wil heel graag dat ze wat meer door de lijf gaat bewegen. Dus daar gaan we aan werken. En ik kan natuurlijk niet filmen en rijden tegelijk. Dus ik doe nu even gewoon zo filmen. En dan kan ik jullie niet meenemen. Dat gaat niet. Dan zou ik de GoPro op moeten zetten. Nou, voor gewoon een normale dag een beetje rijden lijkt me dat niet het meest interessante. Maar zoals gezegd, Tessje is lekker in de les. Dus ik ga lekker in de buitenbak. Ik mis het een beetje. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo erg, want het was de afgelopen dagen echt 30 graden. En daar ben ik minder geschikt voor. Dus het is nu 20 graden, het waait en het miezert. En ik voel me helemaal thuis in Nederland. Ik ga lekker rijden. Nee. Vandaag gaat Henja de cross doen. Het is vandaag zondagochtend. Dus we hebben voor een maatje gezorgd, Fitch. En wat doet Veroon? Bij het hek wachten op Henja. Ze is het er duidelijk niet mee eens. Net was ze ook aan het hinneken. Henja was aan het hinneken toen wij voorbij kwamen. Dus nu voelen we ons heel schuldig. Maar ja, Henja moet gewoon weg. Dus die is weg, die gaat crossen. Dus die is er gewoon niet, meis. Nee. Je moet het met Fitch doen vandaag. Sorry. Fitch is heel lief. Daar is hij. Ga maar lekker grazen. Ik heb iets nieuws. Ik mag vandaag een veulen buiten zetten. Nou ja, ik loop met Evita. En als het goed is, Dexter loopt achter mij ergens. Ja. Oh, daar. Daar loopt hij. Altijd leuk. Zo, baby's staan in de wei. Mama gaat drinken. Even kennis maken samen. Dit zijn Dexter en Master. Master is de grote en Dexter is de kleine. Ja. Ik denk dat die kleine een schimmel gaat worden. Ja. Denk ik zomaar. Ik vind Master gezellig, hè? Heel erg leuk. Wat zegt u? Vind je ze heel leuk? Nou, Master wordt echt een draak, hè? Oh, nou. Dat merk ik ook wel, ja. Fabienne heeft al vast besloten. Master wordt een draak. Draakmasker. Ja! We gaan naar Vliet landen. Vandaag is zondag. Net is Henja de hele dag naar de cross geweest in Vliet landen, SGW. Dus die heeft toch Veroon niet gezien. En Veroon heeft Henja niet gezien. En dan vonden ze vorige week niet zo grappig. Dus nu nog even samen in de paddock. Vandaag is maandag en met een beetje geluk mag deze Terry Mary, daar ben je, ja, straks naar huis. Zometeen heb ik een afspraak met de dokter. En dan wordt ze nog een keertje bekeken. Haar hoefjes zijn helaas nog steeds niet helemaal koud. Onder de coat ook nog niet helemaal. Maar goed, met een beetje mazzel mag ze nu thuis verder revalideren. Heet dat zo? Ik weet niet of het echt revalideren is. Nou ja, in ieder geval opknappen. En ik heb de trailer bij me, dus als we... Ik word wel steeds overbelicht, zeg. Huh? Zo, beter? Ja. Dus met een beetje mazzel mag ze zo meteen mee naar Maassluis in ieder geval. Dat is in ieder geval een stap in de goede richting. Zo, gesprek gehad met de orthopeed en ons sterretje mag mee naar huis. Ja, je mag mee naar huis. Nee, maar ja, het mag. Dus we gaan nu richting Maassluis. Ik ga daar lekker inladen. En dan mag ze lekker naar huis toe. En ze is weer thuis. En Tess die ziet er weer. Zo, hé, is ze er weer. Ze wil de prairie pony. Ik heb een koekje voor haar. Oh. Hey, Terry. Ik ga even naar dierenarts. Is weer wat anders, hè? Vooral je voorplek. Ja, zo gaat dat. Sterren, dierenarts. Het is woensdag. En als Tessje is even binnen aan het rijden, omdat het steeds buiten aan het regenen is. Dus het is lekker rustig in de bak. Ze gaat lekker met Frantje aan de wandel. Even zwaaien doet ze ook nog. Keurig, Tess, voor de video. Heel goed. En lekker in de draf.
tong gaat nog steeds meer naar binnen. Dus ik denk dat de conditie gewoon verbetert weer. Tess is lekker aan het draaien. En nu weer rechtop. Heel goed, netjes Tessa. Maar let op jezelf. Keurig. Een stukje galopperen. Hoor je mij ook nog tussendoor ouwehoeren? Maar we zijn weer eventjes aan het gillen. Dat is heel belangrijk. Anders kan ze natuurlijk nooit terug naar Jill. Dan doen we dat wel even op Verona in plaats van Sterren. Maar dat neemt niet weg dat je nog steeds gewoon kan oefenen wat ze daar geleerd heeft. Want uiteindelijk gaat ze natuurlijk nog een keertje terug naar onze Jill. En dan is het wel fijn als ze geoefend heeft. Vandaag zijn we internationaal. Omdat de Kamar-wedstrijden er zijn het weekend. En nu zijn er allerlei andere politiepaarden uit andere landen. En ik heb al Frans gehoord in ieder geval. Nou, ik heb wel Frans geleerd ook, op school een beetje. Helemaal verstaan doe ik niet. Maar hier wordt dus springparcours gehouden. En daar de dressuur. En volgens mij gaat het vrijdag van start. Dat is helemaal leuk, maar ze zijn er dus nu al. Hoe cool is dat? Politiepaarden uit alle landen. Vandaag is knuffeltijd. Dit is Sexy Lexi. Ze heeft een wel een hele chique naam hoor. Ze heet eigenlijk L'Exclusive. Maar Sexy Lexi noemen we haar. En dat is ook een knuffeltje. Lekker hoor. Henja, die is een beetje jaloers. Henja, dat ben ik toch net heel lang blijven hangen. Gezellig hoor. Kom, we gaan naar huis. Het heeft Rick wat moeite gekost. Hebben. Maar, vertel. Ik ben geslaagd. Jee. Dus nu kan je feest vieren? Ja. Jee. Nou, heel enthousiast ook, Rick. Jippie. Jippie. Weer een mijlpaal, samen met Margriet. Margriet kijkt even voor haar. Ja, daar is ze. Zijn we heerlijk op uitrit. We doen wel een klein rondje, zijn we normaal niet gewend. Normaal gesproken gaan we rustig 2-3 uur naar buiten. Maar zover is ons rondje nog niet. Maar ze doet het echt super, super, super goed. Kan niet anders zeggen. Ze heeft nog niet gezeurd, dus ze gaat gewoon mee. Nou, 100 punten voor mijn paard. Praat niet, maar dit is Margriet die staat te filmen. En zo kan je zien hoe ik op buitenrit ben. Yay!